Zo, dames en heren, dat was het uitzicht op de Euro Tower. En ik heb goed nieuws. We zijn in Frankrijk. En wat betekent dat we hier in Frankrijk zijn? Wel, dat wil zeggen, vorig jaar was ik hier en waren ze dit aan het bouwen. En dit jaar ben ik hier nu terug en is een Can-Can coaster open. Dus dat wil zeggen, wat gaan we dan doen, Dempsey? Wat was de vraag? En we gaan als God in Frankrijk gaan leven vandaag. Ah, perfect. Ja. Ja, dat is goed. Oké, perfect. Op kosten van Europa Park. Want ik heb daarvoor gezorgd, we worden getrakteerd vandaag. Ah, perfect. Ja, op een ritje Can-Can coaster. Perfect. Perfect. Meer moet dan niet zijn. Oké. Heb je er zin in? Yep. Oké. De Can-Can coaster is... Ja, een vernieuwing toe geweest. Want dat is de nieuwe coaster, maar dat was Eurostad. Hier heb je een lekker batterijtje. Ruikt hier lekker. Maar ik ga echt niet in mijn woorden vandaag. Daar is er een bakkerijtje. En dat ruikt daar lekker. En nu gaan we naar de Can-Can coaster. Want dat was vroeger Eurostad. Maar ja, Eurostad was een beetje kapot. En ja, moest dat vernieuwing zijn. Dus we gaan op de achtbaan. Oftewel kunnen we eerst nog een dark ride doen. Nee, geen dark ride? Nee. Heb je genoeg dark rides gezien? Oké, neemt u zin in een dark ride? Altijd. Oké, dan gaan we eerst op de achtbaan en dan een dark ride doen. Want ze hebben hier een nieuwe dark ride gezet. Wanneer ze de Can-Can coaster openden. En de dark ride gaat over dinosaurussen. Tof. Dat maakt het verhaal al wat anders. Interessant. Ja, interessanter. Het is vandaag ook wel mijn favoriete wachttijd. Het is maar 1 minuutje wachten. Heb ik u kunnen overtuigen over dinosaurussen? Dat is wel een volledige nieuwe dark ride. Ik vind het wel een leuke wachtrij eigenlijk. Ja? Ik film dat allemaal, hè. Toch? Allee, niet zo goed mogelijk, maar toch zo ja, globaal mogelijk. Hé, dat is echt wel een verbetering. Wow. Oh, er staat hier een groene knop. Aha. Wauw. Ja, kom. Ik kom eraan. Ah, we zijn er al, ze. Hier is de attractie. We gaan naar de dinosaurussen kijken. Here we go. De dinosaurussen.
Megafonie de dinosaurussen. Goed. En nu gaan we de achtbaan doen, hè? Ja. Here we go. Ik heb er zin in. De Can-Can Coaster. Dat is de Eurostad van vroeger. Met de Moulin Rouge. Hey, daar hebben wij naartoe geweest, hè, met de Moulin Rouge. Al vind ik die Moulin Rouge toch wel wat leuker. Oh ja, ik vind die Moulin Rouge sowieso nu al leuker. Sowieso. En hey, Dempsey. Oei, sorry. Wat is? Vind jij die Moulin Rouge al leuker dan... Het origineel? Ja. Zou zeggen ja, maar ik ken het origineel niet. Ik ook niet. Daar speelden ze het af, het originele Moulin Rouge. Maar ik vind die Moulin Rouge toch al leuker. Weet je waarom? De enige reden waarom dat ik die leuker vind, is omdat het een achtbaan is. En wat verwacht je van de achtbaan? Ja, ik heb een achtbaan gehoord. Ik heb iets nuts om te weten, ik heb die ook nog niet gedaan. Dus er is toch iets nuts in het park dat we nog moeten doen. Ja. De verrassing. Ja. Complete verrassing. Jordi heeft nog iets niet gedaan. Dat is een primeur. Een primeur. Ze waren die vorige jaar nog van vol. Dus. Dan kan ik het nog niet gedaan. Hè. Leuk. Het is vooral in Belgische parken, Dempsey, dat ik direct ga. Want in Nederland staan er ook al nieuwe achtbanen dat ik zelfs nog niet gedaan heb, laat staan het park bezocht heb. Dus... Oké, excuses. Welkom op de Can-Can Coaster hier in Europa Park. Ja, Hassen.
We zitten op de Silver Star. Ja. Van de Can-Can Coaster rechtstreeks naar de Silver Star. Dat wordt fun. Ik vind ook altijd dat rustig hazard. Ja, ja. Zit je met de poppertjes? Nee, met je. Maar nu gaan we kijken naar onze wagen op de parking, hè? Lekker. Dat is goed. Mijn banaan, dat valt mee. Ik heb geen hoortevries, dat weet je. Dat weet ik. Oké, dames en heren. Laat het gaan! Oh yeah! Ja, de eerste keer is al wauw, ik weet het. Dempsey had het? Was de... Dat was de eerste keer en de laatste keer dat ik hem deed. Ik vind hem leuk. Was het een beetje te extreem voor je? Vooral dan naar boven gaan. Ja. Dat vind ik ook niet zo plezant dan naar boven gaan, maar voor de rest ervan. Wat vind je hem eigenlijk minder eng dan dat hij eruit zit, hè? Heb je nog kleur? Je ziet er een beetje bruintjes uit. Oh ja, dan is het goed. Welkom op de Pegasus. Here we go. Oh yeah. Neem ze succes, hè. Ja, graag gedaan. Ja. Je staat met uw rug op de video. Het is een back on right. There we go. We starten traag en dan gaan we verder, hè. Joepie, here we go. Oh yeah. Yo. Wow! Oh, het is al afgelopen. Oh, dat was rap. Ja, het is al gepasseerd. Het was een opwarmertje. Hoe vond je het? Die gaat wel weer snel. Teleurstellend, ja. Dat is waar. Dat is ook daarom dat er hier heel lange wachtrij is, hè. Maar nu, dames en heren, gaan we hier op deze achtbaan. Dat wordt fun. Oh yeah, yeah, yeah. Dames en heren, als jullie weten welke attractie dit is, dan ken je het park heel goed. Erika? Oh, is er iets aan de hand? Oh ja, hij staat stil. Oké. Oké, pannen in Europa Park gaat toch nooit lang duren. Erika, here we go. Ja, Erika, we staan in de wachtrij. En we hebben de verschillende attracties gedaan. Can-Can Coaster, we hebben Pegasus gedaan. We hebben Blue Fire gedaan. Nee, Blue Fire hebben we vanmorgen gedaan. Silver Star hebben we ondertussen gedaan. En nu staan we hier in de wachtrij voor Pegasus. Pegasus hebben we daarnet gedaan voor Poseidon. En Dempsey, hallo kus. Ja, uw rijtje Silver Star, man. Daar gaan we het een keer over hebben, hè.
We hebben op Silver Star geweest. We hebben daar eigenlijk niet veel aandacht aan besteed, maar... De eerste keer en vooral de laatste keer dat we dat ging. En de reden daarvoor is... Ik heb voor te vrezen en dat was veel te... Ja, dat is waar. Dat is redelijk hoog. Dat klopt. Oké. We hebben twee keuzes wat we nu gaan doen. Ofwel blijven we hier wachten. Ofwel gaan we even iets anders doen en keren we terug. We moeten blijven wachten. We kunnen even wachten en dan zien of dat lang duurt. Dat kan ook. We kunnen... Ja. Bluefire is niet lang geduurd. Nee, Bluefire was net uit storing dat wij aankwamen, dus... Ja. Ja, ik had eigenlijk het voorstel voor eerst naar Madhouse te gaan en dan terug te keren. Oké, spijt en roe is 2-1. Ja, inderdaad. Soms is dat wel nog een keer het juiste idee, want ik zie dat ze terug vertrokken zijn. Dus beste YouTube-kijkers, als er een attractie in pannen staat, niet meteen uit de rij vertrekken. Ook al sta je er net in. Voilà. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Helemaal? Ja. Oké, dan gaan we op de attractie. Here we go. We gaan nat worden, hè. Welkom op Poseidon. Oh yeah. Dat wordt fun. Wow. Hoeveel splashjes heeft dat spel in mijn dier? Twee. Klaar, Erika, voor Poseidon? Ja. Zijn ze zenuwachtig? Ja, ik weet niet hoe... Ik heb gezien dat de mensen die eruit gestapt zijn heel nat waren. Dus... Ja, dat is wel waar. Ze zijn allemaal heel nat, dat klopt. Dus we gaan ook kletsnat worden, hè? Sowieso. Maar goed. We gaan ervoor. Here we go. Ready? Yay! Oh yeah! Oh yeah! Whoa! Wat is? Wat is hier? Ja, dat vind ik dat tegen, ik ga best even. Ah ja, dat is niet te soepel. Wat is dat drogen? Dat is niet te soepel. Dat heb ik gezegd, dat het niet te soepel was. Hey, dat heb ik niet natter gingen zien. Ja, wat man, we moeten nog een splashje doen. Hè? Ja, dat valt wel nog redelijk mee, ja. Ik zie redelijk droog. Maar, wie erop, maar er komt nog een splash, hè, dus... Hou u vast, hou u vast. Met een beetje geluk blijft het zo, maar hou u vast, misschien wordt het een beetje natter. Ja, Poseidon Splash, dames en heren. Dat zou best wel een keer kunnen, ja. Dit is echt tof. Ik heb altijd het gevoel dat hoe meer dat je die attractie doet, hoe minder lang dat die duurt. En toch is het altijd hetzelfde dat die duurt. Raar, hè?
here we go. Oh, nou de grote splash. Wie is er klaar? Klaar voor de grote splash. Ik ben helemaal klaar voor op de grote splash te gaan. Oké, dames en heren, we gaan ervoor. I'm ready. 3, 2, 1. Oh yeah! De zijkant is een beetje nat, maar voor de rest zo van. Ja, ja, dan kom je nog dik in orde, dames en heren. Oh, ja, ja, ja. Nee, het valt mee. Ik zie natter, maar ja, mijn droven wel op. Goed, de volgende attractie wordt Cassandra. En dat is ook iets heel leuks, Cassandra. Ja. De twee gasten die mee zijn, kennen dat niet. Erika kent dat niet. En Dempsey kent dat waarschijnlijk ook niet. En daarom moeten we daar een keer op. En dat wordt fun. Voor 5 minuutjes wachttijd gaan we dat niet laten. Here we go. Dit was hem weer. De Poseidon. Oh yeah. En in Scandinavië is er vorig jaar een brandje geweest. Piraten van Batavia stond in brand. En natuurlijk ook hier het themadeel stond ook in brand. Alles verwoest. Maar, kijk eens aan. Wat zijn ze hier terug aan het bouwen? Precies alsof dat het nooit is weg geweest. De thematisatie. Identiek hetzelfde. Maar met een kleine surprise. Er komt nog een dark ride bij. En dat maakt het wel nog plezant. Voor Dempsey was het vandaag de eerste keer hier in Europa Park. Ook de allereerste dag. Ja. En hoe vond je het park zo een beetje? Ik vond het fantastisch en super mooi, echt waar. Ja. Het is echt een aanrader, ja. Een vakantiegevoel. Dus dat je op vakantie bent voor weinig geld.
kom naar Europa Park. In Europa Park kun je zo zeggen van, hey, waar ben je nu? Ja, ik ben nu in Frankrijk. Wacht even, ik ben nu in Nederland. Ik kom in Duitsland. Zijn je in Duitsland? Ja. Maar wat spreken we hier dan nog? Dat is een goede spel hier in Europa Park. Mijn vriend gaat elk naar een land en telefoneert. Ja, inderdaad. En dan kun je afspreken van, waar gaan we? En we gaan naar Luxemburg. Ja, we gaan afspreken naar Luxemburg, dat kan. Oh, wacht even, daar zaten wij deze morgen nog, in Luxemburg. Wat zou je ervan denken, moest men nu misschien een keer langs Luxemburg wandelen? Het is een keer iets anders. Ja, he, het is dat, hè. Hoe was uw eerste dag hier in Europa Park? Leuk. Kijk eens achter u. Dat was vorig jaar nog in brand. En nu staat dat er al bijna. Ja. Is het of niet? Ik kan je zo vakantie voor. Ja. Ik zou eigenlijk liever in de zomer naar hier komen. En dan gaan we van de zomer naar hier komen, hè? Ja. Weg met onze trip dat we gepland hebben, want het is daar toch bijna allemaal gesloten. We noemen geen namen, we komen naar Europa Park, voilà. We gaan de muis ook opzoeken. Maar we gingen naar de muis, maar we gaan de muis van Europa Park opzoeken. Euromaus, dat die al rond. Ja, inderdaad. Ik ga dat hier nog eventjes globaal filmen. Want dit stond vorig jaar in brand. Maar hij is ondertussen al terug bijna klaar. Ongelooflijk, die mannen werken hier. En normaal gezien, Erika. En normaal gezien ging dat al open zijn dat wij hier gingen zijn. Maar ja, het is niet open. Want, weet je wat komt? Weet je het niet? Jawel, ze zijn nog niet helemaal klaar. En nee, het hotel moest af. En ze hebben alle personeelsleden die daar aan het werken waren, naar het hotel gestuurd. Dat hebben ze gedaan. Goed, we gaan verder. We gaan naar de ingang. Voilà. Let's go. En hier is de monorail. Monorail, oh yeah. Welkom in Nederland. Dat hartstikke gezellig, man. Ja. Ja, we zijn in Nederland. En hier stonden de piraten in Batavia. Nou, we vonden die wel hartstikke gezellig. Ja, jij ook? Nou, ik heb wel zin gekregen in een schelletje Gouda-kaas. Nou, ik hou van Gouda en ik vind Gouda-kaas echt wel mega lekker, ja. Nou ja, jullie kunnen wel het restaurant zien. Gaat u maar naar Foodloop. Here you go. Dames en heren, dit was Europa Park voor vandaag. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze vlog. Ik hoop dat Erika en Dempsey ervan genoten hebben. Dempsey is nog altijd voluit aan het filmen. Ondertussen zijn we terug in Frankrijk en we hebben op de Cancan-coaster geweest, zoals iedereen weet. Het was heel plezant. Ik vond die echt soepel gaan, kan niet anders, het is een nieuwe baan. Maar ja, Erika, zeg ik je. Ja. Zoals ik al zei, Prima machinella. Net op vakantie ben. Ja. Dat is ook wel waar. Dat is heel just. En Nancy, hoe vond je het vandaag? Perfect. Ik had echt een vakantiegevoel. Ja. En ja, ik blijf hier nog een dag. Voilà. Ik zei, daar is een boel aan roos. Ik zou zeggen, ga er naartoe. Beleef heel fun. Kijk er ogen uit en ja. Jordi, wat vond jij ervan? Ik vond het vandaag prachtig weer zijn en ja, als het zonnetje schijnt, dan komt iedereen natuurlijk. Ja. En wat vond ik ervan? Ik vond het vandaag heel leuk en ik vond dat Erika een plein verdient vandaag. Want meestal voor een park dat ze voor de eerste keer doet, is ze overexcited. Een euro in het potteke. Ja. Dat wordt een gratis ritje naar het hotel. Dat kost ook een euro. goed, maar goed. Erika was ja, gehyped. En dat verdiende een pluim.
omdat ze dat niet zodanig veel hebben laten uittonen. En allez, ze hebben dat niet zoveel laten tonen, kan het zo zeggen. En nu zoek ik de uitgang. En volgens mij is de uitgang langs daar. En ja, met mijn klus kwijt, moet niet terug zoeken. En here we go. Ja. Dus dit was Europa Park voor vandaag en Erika verdiende een pluim mee. En die pluim is omdat Erika haar heeft ingehouden vandaag. En dat is goed. Want Dempsey was er ook bij vandaag. Maar Erika was misschien toch liever mee met alleen met Jordi gekomen naar Europa Park. Maar ja, sorry Erika. Ja, soms moet je er een keer wat bij pakken, want binnenkort gaan we ergens naartoe. En je hebt ook een maat mee. Ja. Dus... ja, we zijn ook niet samen, nee. Dus ja. En binnenkort gaan we nog een keer ergens naartoe. Ja. En je hebt ook een vriendin mee. Oh ja. Dus we zijn ook niet alleen. Ja. Volgende maand. Volgende maand zijn we er naartoe. Oké. Ja. En we gaan naar... waar ze films maken. Ze maken overal films. Ja, met uw vriendin. Wat een hele goede mix. Van thema toch? Maar ook van achtbaan. Ja, want McRide heeft hem gebouwd. Dus McRide is goed. Dus vandaar. Oké, okay, maar goed. We waren de vlog aan het afsluiten. Ja, ja, dat is ook waar. Maar we waren de vlog aan het afsluiten. Dus we gaan verder doen. Zo, oké. Okay. Dames en heren. Ik zou zeggen, thanks for watching. En don't forget to subscribe at this YouTube channel. Volg Erikaatje een keer. Dempsey, ik weet niet dat je al hem van de mensen moet volgen. Ja of nee? Dat mag. Dan moet je Dempsey opzoeken, ergens tussen, ik weet niet, zeg keer. Op Instagram, Dempsey de jongen. Ah, voilà, oké. Okay. Is veel gemakkelijker dan je dat zelf zegt. En van Erika? Mensen, de waarschijnlijk al door, maar ik zoek tussen jullie de volgers van mijn wel. Ja. Sommige mensen hebben me al gevonden. Ja, mij gewoon een keer volgen op social media, mij blijven volgen en je kan Erika dan ook volgen. Dit was Europa Park voor vandaag en ik wens iedereen een, ja, nog een heel veel kijkplezier op dit YouTube kanaal. En ik zou zeggen, tot een volgende video maar weer. Thanks for watching. En bye-bye. Bye-bye, everyone. Bye-bye. And tomorrow is another day. Hier, at Europa Park in Germany. Thanks for watching, everyone. And don't forget to subscribe at this YouTube channel. Bye-bye.